Beste fans van Vitesse, ik sta hier met Patrick Vroeg en Daan Huisman. We zijn in Portugal op trainingskamp en we gaan het wat anders doen vandaag. Ik ga de interviews afleggen. Dus de eerste vraag aan het petje en de vraag is, wat doen jullie zoal in, op je resortkamer? En, met corona is het natuurlijk moeilijk. Ja, we slapen in een resortje met z'n vier of met z'n drieën. Allemaal een aparte slaapkamer natuurlijk. Dat is ook logisch deze tijd. Maar wat doen we daar? Kaartspelletjes, PlayStation. Hè? Ja, gewoon een beetje ouwehoeren met elkaar. Dat is, dat doen we. Ik hoorde dat jij een hele aparte kamer had. Is dat ook zo? Ja, ik slaap momenteel in de woonkamer. Want er was geen echte slaapkamer meer over. Dus ja, als je een loodje trekt en je verliest, dan ben je de lul. Zullen we maar zeggen. Ik hoorde dat jij veel FIFA speelt, dus ik ben wel benieuwd of jij de beste bent en met wie je speelt. Nou, gisteren speelde ik met de videoanalist Dennis van der Meulen en Enzo Cornelis en Guillaume de Recht. Ik kan zeggen dat Guillaume de Recht er echt helemaal niks aan kan. Ik kan zeggen dat... Ik kan zeggen dat Enzo Cornelis, die is wel goed. Ik heb verloren van Enzo en Dennis... gelijkspelletje. Zakelijk. We moeten op trainingskamp natuurlijk ook veel trainen, dus hoe zijn die trainingen? Is het zwaar? Is het dit keer makkelijk? Ja. Nou, dat kun je wel aan mijn hoofd zien, denk ik. Het is knalrood. Nee, het is pittig. We trainen twee keer op een dag en dat haakt er wel in, maar het is alleen maar goed. Ja, zwaar. Ja, ik kan er niet meer van maken, nee. Zo heel kort, hoor. Ja, zo. Dat maakt niet uit, dat houdt van. Oké, kut, even wachten. Even denken hoor. Ja, vanmiddag is er natuurlijk ook ruimte voor wat leuks te doen hier op het resort. Dan zijn wel wat dingen te doen. Padellen, golven of misschien gewoon lekker op je kamer. Wat ga jij doen? Nou, ik ga gewoon het veld op. Vrije trappen pakken. Padellen of golven, denk ik. Ja, ik weet het nog niet. En jij? Nou, ik moet nog leren. Ik heb een toetsweek. Dus ik ga nog leren. Meen je dit of? Ik ben echt serieus. Okay. Ja, ik ben echt serieus. Okay. Ja, en voor wat leer je dan? Want, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee, dat dacht ik al. Nee, iets met Zit jij nog op school? Nee, ik heb onlangs mijn MBO 4 diploma gehaald, dus okay. Dat is wel een mooie bijkomstigheid, zullen we maar zeggen. Ja, okay. Mooi, dankjewel. We zijn met 25 spelers op het trainingskamp. En wie is dan de gekste, zeg jij? Ik geef hem even aan Daan. Ik denk dat Thomas Hayek wel ook wel in de buurt komt, van ook wel... Ja. Grappig gespeeld. Voor de rest, niet zoveel grappige spelers. Hilary Gong is ook wel een grappige speler. Okay. En nu wil ik hem weer even doorgeven aan Pat. Ja, misschien toch Daan ook wel, want hij denkt ook wel dat hij humor heeft, maar het is eigenlijk best wel slecht. Ja, precies. Ja. We zitten natuurlijk met z'n allen op een kamer en wie is dan de grootste onrustzaaier op die kamer dan? Ja, bij ons bijvoorbeeld. Ja, bij ons slaapt Verstappen en die maakt echt een puinzooi van. Laat ze koffie staan, noem het maar op. Flesjes water op de grond. Dus Verstappen, daar ben jij. Helemaal mee eens? Ja, bij ons Enzo. Ja, echt puinzooi op die kamer van hem. Ja. Niet normaal. Cornelis, is er eentje van, hè? Ja. Ja, natuurlijk, je moet ook sfeer hebben op het trainingskamp. En wie heeft dan de mooiste muzieksmaak en wie heeft draait de meeste muziek? Nou, ik hoor Hilary Gong wel vaak, maar die danst er ook lekker bij, dus daar word ik wel blij van. Zeker met dit weer ook. Word ik vrolijk van, ja. Ja, ik zeg zelf Tony, maar jullie weten waarom. Ja, ben ik het ook wel mee. Waarom is dat? Tony DeJohnny heeft die box altijd bij zich. Ja, die is echt een wandelende box. Ja, en zingen dat hij doet, joh. Muziek, dansen, Petje dans wel eens bij ons op de kamer, dus ik kan hier ook laten zien. Ja, absoluut, ja. Maar zoals je ziet, gaat het Huisman laat ik niet dansen, dat wil ik niet. De supporters kunnen er natuurlijk nog niet bij zijn. Heb je nog een berichtje voor hen? Ja, ik hoop natuurlijk dat het met corona binnenkort weer de goede kant op gaat. En dat we binnenkort ook weer met de volle stadions kunnen zitten. Daar doen we het uiteindelijk voor en daarvoor zitten we op voetbal met de sfeer erbij. Dus supporters, ik hoop dat jullie er snel weer bij zijn. Ik ook. Kort maar krachtig, ja. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Wie is de grootste vreedschuur en doen jullie ook wel eens snoepen op de kamer? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nee, wij snoepen niet. Trainingskamp... Lach je nou? Nee, wij snoepen niet. Wij eten professionals, hè? Absoluut. Gewoon broccoli, noem het allemaal maar op. Daan natuurlijk, die eet het meeste. Maar dat kun je wel zien aan zijn lengte ook. Die is bijna 3 meter, dus die eet gewoon het meeste. Kan alleen nog wat breder worden. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Wat heb je daar op te zeggen? Ja, daar ben ik daar wel mee eens, ja. Ik ga wel een paar borden, gaan we naar binnen. Maar ik moet zeggen, Hilary Gong,
ook een grote eten, hè? Oh boy, oh boy. Ja, oh boy, oh boy. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, natuurlijk voorbereiden op tweede seizoen zelf. Wat zijn jullie verwachtingen? De lijn doortrekken, waar we eerste seizoen zelf geëindigd zijn. Ik denk, we spelen nog op 3 competities. Dus, Willen we niet hoger eindigen dan 4e? We zijn zeker ambitieus. Maar dat is toch een duur woord. Mooi gezegd. Ja, ik van Maring trouwens dit woord. Ja, filosofisch. Nee, we willen gewoon doorgaan in de lijn waar we gebleven waren. En dan gaan we wel zien wat eindigt. Ja, een paar mooie wedstrijden voor de boeg. Feyenoord, Rapid Wien, NEC thuis. We gaan het zien. Hopelijk winnen we ze allemaal. En dan gaan we door in Europa. Het zou mooi zijn. Ja. En in de beker. Sluit ik mee af. Groetjes! Wil je nog groetjes doen aan iemand? Ja, doe maar. Nee. Vriendin? Groetjes aan mijn vriendin.